We staan hier in de Heilige Laurentiuskerk in Kekerdom. En daar is op dit moment een bijzonder verschijnsel te zien, namelijk een reizende iconententoonstelling zou ik het bijna willen noemen. En die is bedacht en ook gemaakt door de pastoor zelf, door Rudo Franke. Dag Rudo. Ja, dag Erik. Het is een heel werkstuk wat je hiervan gemaakt hebt. Maar ik moet gelijk even wat nuanceren, want ik heb niet de iconen gemaakt, die zijn geschilderd, of ze zeggen geschreven door een mevrouw uit Zuid-Limburg, uit Margraten, Maria Hoven van Hovenboers. En ik heb de lijst gemaakt. Maar dus ik kreeg een vraag van of ik iconen kon plaatsen in mijn kerk. En een vaste plek konden we niet vinden. En toen kwam het idee van een flexibele iconostase. Ja, je hebt die iconen gekregen van een mevrouw uit Limburg, zeg je? Limburg, klopt. Wilde die daarvan af? Of, Ja, dat klopt. Die, het zijn haar kindjes, zegt ze, maar ze wil ze op een op tijd onderbrengen op een plek waar ze veilig zijn. Ze is al op leeftijd en dan om ze toch een goede plek te geven. Ja, een goed onderkomen, zeg maar. Hè? Ja. Het mooie van deze iconen is dat ze geen vaste plek hebben, Rudo. Hè? Ja, inderdaad. En ik weet ook niet hoe de iconostase gaat reizen. Dus in ieder geval staat die van 18 september, volgende week zondag, dan wordt die ingezegend in Millingen. Staat die tot en met 30 oktober in Millingen. En daarna zien we wel. Ja, dan staat hij in de kerk. Maar hij is onlangs ook al een paar keer ingezet, hè? Ja, dus bij het Prochiefeest, 14 augustus, is hij in het cultuurhuis in Beek gestaan. Dat was ook heel erg mooi. We hadden gekozen voor een niet-kerkgebouw voor de parochiemis in Beek, om uitdrukkelijk ook in Beek te zijn. En daar had deze iconostase een mooie plek. Ja, wat kun je vertellen over al deze iconen? Wie zijn het allemaal, die figuren? Nou, de middelste bovenaan, dat is Christus, Pantocrator, heerser van het heelal. En naast Christus, aan de linkerkant, van Christus uitgezien rechts, is het Maria. En aan de andere kant Johannes de Doper. En dan de engel Gabriel en Michael. En hieronder hebben we de icoon van Petrus en Paulus. Die is in de 14e, 15e eeuw gemaakt. En dat was om de kerk van het westen en het oosten weer bij elkaar te krijgen. Dat is toen niet gelukt. Er is een schisma geweest, een breuk in de 11e eeuw. Maar een paar eeuwen later is het niet gelukt om die bij elkaar te krijgen. Is nog steeds niet zo. Maar ik dacht, dat is heel erg mooi om die ook in het midden te zetten. Want dat is de verzoening tussen Oost en West. En dat is nu ook op een andere manier natuurlijk, politiek gezien. Maar religieus gezien. Van verzoening is nu nog geen sprake. Hè? Nee. Integendeel. Nee, dat kun je goed zeggen, dat klopt. Maar dus er is best wel wat gebed nodig en genade. En dat is ook waar een iconostase ons wil binnenleiden. In het gebeuren achter de iconostase. En de iconostase staat dus ervoor. Voor het altaar waar de Heer bij ons komt en ons leven met ons wil delen. Ja, en dan hier rechts, Rudo, kun je daar ook een toelichting op geven? Ja, hieronder, dat is Joachim en Anna, die elkaar ontmoeten bij de Gouden Poort. En daarnaast zien we de engel Gabriel die bij Maria op bezoek komt en haar de blijde boodschap brengt van je zult een kind ontvangen en dat is de Zoon van God. Hier daarnaast zien we Maria met de drie handen. Dat is ook een bepaalde legende, een verhaal wat men vertelt. Dat iemand bij wie de hand was, Was onthand.
was onthand, maar die is spontaan aangegroeid op voorspraak van Maria. En daarom is deze Maria afgebeeld met drie handen. Okay. Daarna zien we Antonius van Padua. Dat vond ik wel heel bijzonder. Want de kerk in Mellingen heet precies. Ja. En aan de andere kant, helemaal aan de andere kant, zien we de heilige Hubertus, de patroon van Ooi. Dat is ook wel... Ja. Ik was met stomheid geslagen. Ja. Ja. Ja, en hierboven heb je ook nog... De bovenste rij, die kreeg ik het eerst. En die vrouw die was zo... onder de indruk van hoe dat nou ingelijst was. Dus eerst was die bovenste rij alleen. Mm-hmm. En toen zei ze, ik heb nog meer iconen. Dus ik heb de 13 iconen die eronder zijn, heb ik ook gekregen. Ja, ja, ja. Feesticonen zijn dat. Feestdagiconen. En de bovenste zijn dus de heiligen. Dan hebben we hier Paulus. Aan de andere kant Petrus. Dat is dan Jacobus, Santiago. Dan hebben we daar Johannes de theoloog, de evangelist apostel. En Matthäus, de evangelist. Aan de andere kant, de bovenste rij, zien we vanaf Petrus, Maria Magdalena, Martha en Catharina van Alexandrië. Aha. En dat zijn ja, eigenlijk de voorkeurheiligen, de drie linkse en de drie rechtse. Dat zijn de voorkeurheiligen van degene die de iconen maakt. Dus die kan er ook een persoonlijke voorkeur in leggen. Ja. Ja. En is ook bekend wie de iconen zelf gemaakt heeft? Nou, dat heeft hij de oorsprong, het origineel van de zoveelste eeuw. En, ja, dat heb ik er niet bij gezet. Dus dat wist ik ook niet van alle iconen. Maar dit zijn wel originele? Dit zijn originele, ja. Ja, ja. Jazeker. Okay. Die komen uit een bepaalde eeuw, van een bepaald land. Ja. Dan zijn ze heel goed bewaard gebleven. Ja. Nou, die zijn dus geschilderd door die mevrouw uit Margraten. Die heeft dus een voorbeeld gehad. En dat zijn dit dan handgeschilderde kopieën. Oh, dat is keurig gedaan, ja. Ja. En ze heeft inmiddels kennis genomen van wat je er nu van gemaakt hebt? Ja, ze heeft het op de mail gezien. Ik heb ook haar een boekje toegestuurd. Dat is dus een iconenboekje van gemaakt. En met tekst en uitleg, dat is... hier ook te verkrijgen morgen is dus, ja, het is 11 september. Dan is het hier in Kekerdom, is Monumentendag en dan kan hier... Zit er een uitgebreide uitleg over die iconen in dit boekje? En het leuke van dit boekje is, behalve de uitleg, dat het ook... de kaft kun je eraf halen en kun je gebruiken als een mini-iconostase thuis. Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Mooi. Dus binnenkort dan staat het ook in Mellingen. Volgende week eigenlijk al. Volgende week, ja. Ja, ja, ja. Ja. Oké, okay. Nou. Je hebt die palen en zo allemaal zelf gemaakt, Rudo, ja, hè? Ja, precies, ja. Ja, ik had ook niet voor mogelijk gehouden dat het allemaal kon. Maar als iemand had gezegd, dat ga je maken, dan had ik gezegd, je bent hartstikke gek. Je bent er gewoon aan begonnen. En, ik ben er gewoon aan begonnen en spelenderwijs, aldoende, dacht ik, oh, dat kan zus of dat kan zo. En het groeide en van de bouwmarkt, de Hubo, kreeg ik ook aardige tips van, oh ja, ik weet ook niet hoe ik het moet ophangen en zo. Toen zei ze, leer die kant haken. Ik zei, nou ja, perfect. Ja, ja. Ja, dus... Dus je hebt de nodige tips gehad van de bouwmarkt. Ja, zeker, zeker, ja. En ja, dus gaandeweg dit project kwam ik uit bij de eerste icoon. En die heb ik hier uitgebeeld. En die staat ook in het boekje. En dat is de afdruk van het gezicht van Christus zoals hij in het graf gelegen heeft. Ja. Dus dit is een... deze doek, die past precies in de lijkwade van Turijn. Dus dat is de doek die op het gezicht van Jezus heeft gelegen. En daar staat hier dus ook het hele verhaal over. Ja, ja. En ja, dus
eigenlijk zijn alle iconen hiervan afgeleid. Oké, okay, ja. Maar dat lijkwadendoek wat daar gelegen heeft, ja. Dat is een afdruk in feite van het gezicht. Een afdruk van het gezicht en die is ook nog steeds bewaard. En die is nu in Manopello in Italië. Maar dat hele verhaal staat hierin. Okay. Paul Badde die heeft een hele zoektocht gehad. En in 2007 volgens mij is die kerk ook nog uitgeroepen tot basiliek door paus Benedictus. Ik dacht dat het in het jaar 2007 was. En dat is wel heel bijzonder. Dus dat dat we terugkomen bij het begin. En wat zo bijzonder is aan een icoon is dat het omgekeerde perspectief is. Dus wij kijken niet naar die iconen, maar die icoon kijkt naar ons. Christus kijkt naar ons vanuit zijn overwinning op de dood. Hij is gehavend, hij heeft al het leed geleden en hij is gestorven. En dan ontwaakt hij, doet de ogen open en dan kijkt hij ons aan. En dat is fenomenaal. Ja. Daar heb ik ook een gebed bij gemaakt, staat hier. Dat staat ook zo ongeveer in het boekje. Mm-hmm. Dat is mooi. Ja, nou dankjewel en heel veel succes met de iconostase. Ja, dankjewel.